This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met... Natasja! Met Natasja en wij gaan samen bijna op vakantie over 2 weken. Dus ik weet niet precies wanneer deze video online komt. Maar we gaan 13 juni gaan we samen op vakantie naar... Gran Canaria. We zouden naar Rodos, maar we kregen opeens oranje advies. Dus we mogen niet meer gaan. Dus we hebben nu een nieuwe vakantiegroep naar Gran Canaria. En we gaan ervan uit dat het wel doorgaat. We hopen het. We hebben in ieder geval 4 grote zakken besteld. 4? Hier ook nog. Daar ook nog. Die van mij zijn al open, want ik had ook al wat besteld voor mijn moeder. En die wilde natuurlijk gelijk hebben. En dat was je even stiekem gespiekt, hoorde ik je in dat naam van. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze video, hè jongen. Maar maakt niet uit, we hebben in ieder geval heel veel bikinis besteld. Daar gaan we geen try-on beelden van filmen, maar we gaan wel van de items try-on beelden tussendoor filmen. Dus we gaan denk ik gewoon lekker beginnen. Oké, wie jij het eerst? Okay. Pak onze beurt gewoon een item. De haarbanden! Oh, dat is wel leuk. Ja? Ja, dat is wel leuk. Deze kan je ook niet meer terugsturen. Nee, precies. Kan je ook wel open. Ja, daarom. Dus dan doen we allebei even in één. Welke wil jij? Ik wil wel een kleine. Ja. En die zijn best wel leuk van die haarbandjes. Van die kraal. Doe ik de iets grotere? Maar doe je dit zo in? Ik weet niet. Dit is toch raar? Het staat sowieso niet bij zo mijn haar, denk ik. Zo, maar... Ik denk als je een leuke outfit dan hebt, dan jou is het wel heel leuk. Vind je? Ja. Maar mij niet, want ik heb ook mijn haar eigenlijk. Slechtjes. Ik denk dat je als je het zo doet, dat het dan iets leuker is. Ja, is wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Kunnen we ook niet terugbrengen, dus het moet wel leuk zijn. Pak ik het volgende. Het eerste wat ik zie is schoen en ik weet ook al wat het is. Dit is een rokje en heb ik in 2 maten besteld volgens mij. Dit is toevallig de S en ik heb hem ook nog besteld in een M, maar die zie je straks ook voorbij komen. Maar wel chill, dat het in ieder geval snel rek in voel ik. Oké, dit is het boek. Dit is het rokje. Ik heb laatst, of echt deze week op Vinted, heb ik een broekrokje besteld van de Sarah en het groen. Dus ik weet niet zeker of ik deze nodig heb, want hij lijkt er echt heel erg op. Maar wie weet, als hij super mooi zit, dan houden we hem gewoon. Maar dit is dus echt super leuk. Ik probeer de prijzen in beeld te doen. En als deze niet in beeld komen, staan hieronder links in de beschrijving. Ja, nee, die rok is een beetje oma. Hij zegt lang, maar hij zit niet mooi. Ik heb nu wel gewoon de S aan, dus dat is wel gewoon... De maat kan wel, zeg maar, maar... Nee. Ik weet niet meer wat dit is. Oh, ik ook niet. Het lijkt heel groot. Ja, what the fuck? What the fuck? Er zit ook papier in. Leuk, dus heb je wel gewoon een popcadeau. Oh, dat is dit rokje. Wow, deze heb ik ook een keer aangehad. Deze heb Jootje ook. Ja, is die mooi? Ja, is echt heel mooi. Ik heb er een foto mee op Instagram. Oh, heb ik hem laten zien? Maar ik heb maatje... Welke maat heb ik? Maar deze is wel heel kort. Heel kort was die bij mij. Oké. Volgens mij had ik een XS of zo aan. Zo'n gevoel heb ik nog. Het zijn best wel kleine maat. Is dat deze wel? Ja, dat is die. Het is echt leer. Zie je niet goed? Volgens mij is dat die. Het is ook van Shein namelijk. Oh, dan is deze er ja. Nou, kijk. Dan is die leuk. Doe je gezicht weg hoor. Doe het zo. Hier had ik hem een keer aan van een vriendin. Volgens mij is dat dezelfde. Hij is wel heel erg leuk. Nou, die doen we dan weer in de zak. Ja, leuk. Gaan we straks even aanpassen. Het stinkt wel heel erg. Ja, nep leren. Dat stinkt heel erg. Ja, wat heb je aan, schat? Wat heb je aan? Nou. Leuk! Oprecht heel leuk. Ja, erg leuk. Echt wat voor jou. En dan ook gewoon met die riem die ik altijd aan heb. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Leuk schatje, doei. Doei. Ik heb de eerste bikini. Ik zie een leuk luipaardprintje. Leuk. Wel een beetje douchen of zo, maar ik denk dat het wel mooi kan staan. Hoe zit dit? Ja, ik vind dus zo'n broekje dus nooit zo mooi. Hoezo niet? Ja, gewoon in de zijkant, dan lijkt je 10 keer zo dik. Oh, oké. Okay. Vind je dat niet? Nee, ik vind het wel mooi. Volgens mij. Ja, dit? Ik weet niet, maar... Ja, ik snap wat je bedoelt. Het zit heel strak. Ja, daarom. Ja, en als je het dan los doet, dan zakt het. Ja, dus dat is ook ik dacht, mooi. Ik probeer het gewoon. Ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik heb wel mooi in je kontje. Precies. Kijk hoor, nou, zoiets hoort hij. En dan de onderkant. Kijk, en dit is het broekje. Lekker sexy, lekker sexy. En ik heb alle bikinis volgens mij in de maat L besteld. Ja, jij? Ik ook. Ja, allebei in de maat L. Want maar de bovenkant wel M, want ik heb... Kan dat? Kan je dat kiezen? Nee, want heel vaak heb ik gewoon van bovenkant, als ik een leuk bovenkantje zag, dan dacht ik, oh, dan doe je een M. Want L pas ik sowieso niet van bovenkant. Nee, precies, maar je kan toch niet kiezen per ding? Nee, maar ik heb gewoon... Meren bikini. Ja. Oh, zo. Ja, chill. Nou jongens, ik heb een jurk en die ben ik heel blij mee, want ik hoop echt dat die past. Oh mijn god, roze. Knalroze. Oh, ze langere. Ja. Oh, leuk. Oh, leuk. Heel lang. Niet echt wat voor mij, maar ik snap... Nee, maar als je dan zo'n avond hebt... Ja, en dan zo'n leuke haar, bruine kop. We zijn niet zo scherp, volgens mij nu wel weer.
Leuk. En dan een superleuke foto kan je mee maken. Ja, dat denk ik ook wel. Met een leuk tasje erbij. Ja, echt zo. Ik ben benieuwd of dit past. Ik ook. Ja, ik vind het dus heel leuk met ons vlietje. Heel leuk. Ja, als deze iets hoger was geweest, was het ook wel mooi geweest. Ja, denk het ook wel, ja. Dus misschien ga ik hem inknippen. Dat doen we verder niet moeilijk om. Draai een rondje. Ja, is wel leuk. Ja, het vind ik wel leuk voor in de avond. En dan lekker zo'n zwoel avondje. En dan zo mijn haar naar achter. En dan... Prachtig, schatje. Top. Het volgende. Ik zie bloemetjes. Houden we van. Ik heb echt geen idee wat dit is. Een jurk. Dit is sowieso voor mijn moeder. Dat denk ik ook. Ja, XL. Maar het is wel leuk. Oh, wat schattig. Ik zei, heb je alles? Ja, ik heb het gecheckt. En zo, nou, nog een mooi jurkje voor mijn moeder erbij. Is ze vast blij mee. Want ze zegt op jurkjes, ja. Dus dan is ze vast blij. Ze weet dat er nog iets is wat ze kan gaan passen. Dus deze doen we weer dicht. Doe rustig. Wat heb je daar, schatje? Oh, wat leuk. En, nou, hij komt aan, hoor. Komt hij aan? Oh, dat is gewoon leuk voor foto's. Zal ik hem van dichtbij laten zien? Ik heb het volgens mij ook in het wit besteld, maar het is gewoon leuk. Lekker klein. Ik hoopte dat hij knalgeel was. Want je zei, ik heb zo'n geel tasje. Ik denk echt zo'n knalgeel, maar dat is ook wel leuk. Maar dit is ook wel schattig, toch? Ja. Dit is ook echt iets wat je puur voor foto's haalt. Want dit, ja, dit draag je gewoon niet. Nee, het past niks in. Wat past erin? Pimpels? Nou, op zich, als je een leuk jurkje erbij aan hebt, is het best leuk om ook gewoon normaal te dragen. Ja, precies. Maar je haalt het echt voor de mooie, niet voor de handigheid. Nee, dat niet. Nee. Het volgende. Is het volgens mij ook. Wit. Ja? Mm-hmm. Je weet wat het is dan? Is zo'n topje? Ik heb geen idee. Wow, joh, deze lijkt echt. Dit is echt. Die heb ik ook! Dit is echt precies die ik ook verkoop, volgens mij. Ja. Lijkt heel erg op die ik ook verkoop. Maar deze schijnt wel, volgens mij, wat meer door. En hij is veel dunner qua de stof. Maar hij is wel heel leuk. Oeh, even laten zien. Welke maat heb jij? Want ik heb maat M en die past niet. Ik heb ook M. Want die. Ik heb het uitgepakt. Volgens mij. Je hebt het gepast. Nee. Volgens mij zit hij schijnt ook heel erg door, of niet? Ik zag wel dat ik hierin paste. Ja, precies. Oké, nou, dit is hem dus. Ik zie nu al dat hij best wel erg doorschijnt. Wel een leuk kantje en zo. Maar ja, ik weet niet of dit hem gaat worden. Ik heb hem in ieder geval in maat M besteld. Ik vind hem wel leuk. Hij is echt vet kort. Dit is echt veel te strak. Maar inderdaad wel te strak. Kan. Maar wel leuk. Hij zou leuk zijn, maar de sunny top bij mijn webshop is veel mooier. Die lijkt echt heel erg. Ja, dat wel. Ik heb de volgende. En dit ben ik ook heel benieuwd naar. Het is een oranje badpak. Oh, leuk. Daar lijkt je echt bruin in, ja. Hè? Neonkleuren. En het is met een soort van riempje of zo, maar ja, het ziet er nu heel raar uit. Hoe zit het? Oh ja, ik zag het al, misschien. Je hebt dit is het topje. En dan heb je hier zo het riempje. En dan hier zo. Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit komt. Ik denk dat het wel mooi kan zijn. Ja? Ja. Ik weet niet echt of het gaat passen. Jawel. Jawel? Ik denk het wel. Welke maat heb je L weer? L, ja. Ja. Moet kunnen, moet lukken toch? Ik ben benieuwd. Ik ook. Het volgende item wat ik heb besteld zijn sandaaltjes voor de vakantie. Leuk. Jawel toch? Dit zijn ze, ik weet niet of je het heel goed ziet, maar het is een beetje met zo'n ja, beige, grijzig dingetje. Die zit dus stretch. Dat vond ik wel heel chill. Zeg maar, dan heb je sneller de kans dat het past. Ik heb wel best wel brede voeten. Dus ik heb wel altijd gedoe met... Ja, misschien is dat ding. Dit is dan misschien weer wat te strak. Maar dit kon je volgens mij nog retourneren. Oh nee, dit is op zich nog best wel ruim. Maar ze zijn in ieder geval best wel leuk. Volgens mij waren ze ook maar een tientje of zo. Ik heb ze een maatje 38. Ja. Ik hoop het pas. Ik vind het wel handig, zo'n aaltje. Hier. Nu ik! Nou, ik weet ook niet. Oh, voor mij zit het niet zo goed. Het is wel heel groot, denk ik. Ja, maar dat is toch een bedoeling van of niet? Ik denk dat je dat bedoelt voor zo'n outfit. Ja. Als het kropt op, dan is het wel heel nice hoor. Als je echt zo'n hele oversized. Nou, het is een jongensbroek grijs. Hij is echt heel comfy volgens mij. Ja, ik denk wel. Dat hij leuk zal staan, maar ik moet het eventjes aanzien. Ja, misschien met een witte crop top of zo. Ja, of gewoon die grijze die ik heb. Dus dat ik een volledig grijs pakje aan heb. Dat is wel leuk, ja. Ja, met geel tasje. Het volgende is iets blauws. En dit is ook een bikini, als ik het goed zie. Oh, een leuk kleurtje. Oh, die is wel leuk. Wil jij het broekje laten zien? Laat ik het toch. Het is wel maat L, hè. En kijk hoe klein topje dit is. Wat, hoe fuck zit dit? Wow, joh. Ja, zo hoort het gewoon. Het is gewoon heel groot. Maar dit is de voorkant, volgens mij. Dit is het broekje. Wel heel lang. Ja, maar volgens mij moet je hem helemaal omhoog trekken of zo. Ik heb geen idee. Ik moet hem aanzien. Maar waar had je een mooie kleur? Als je dan bruin bent en dan ronde haren. Ja, zat ik ook aan het kijken. Want het is wel een L, hè? Nou, dan hangen ze er denk ik wel uit, hoor. En dat is de bedoeling, net als je. Oh, sorry, wist ik niet. Oké,
dat is deze bikini hier wel eens heel erg benieuwd naar. Ik heb deze ook al vaker in mijn mandje gehad. Ik denk, nou, nu bestel ik hem gewoon. Ja, bestel hem gewoon. Ik ben benieuwd. Maar weet je wat wel is, zo is met deze bikini? Dat je dat witte zo eronderuit ziet. Zie je? Ja, het ziet er wat goedkoop uit. Ja, jammer ja. Vind ik dat. Maar misschien... Maar ja, het is ook goedkoop. Ja, het is ook goedkoop. Dus. Nou, nu ga ik naar mijn bikini. Voor mij is het gewoon een bovenkantje. Ja. Oh ja. Handig. Heb je dat in ieder geval ook. Gewoon lekker zo. Oh ja, leuk. Die is wel mooi. Nou, die vind ik op zich wel leuk. Ja, ik ook. Die gaat ook wel passen, denk ik. Ja, sowieso. En het volgende wat ik hier heb. Volgens mij is dit een heel kort rokje. Maar ik dacht, via Shein kan ik het wel eens proberen. Ik kan toch weer naartoe, hè. Oh god, dit ga ik echt niet passen. Nou, weet ik niet. Dit is dus zo'n heel leuk mini rokje met van die lichtgroene blokjes. En daarvoor van die twee van die spletjes volgens mij. Best wel oh, dat is wel heftig. Ja, ik weet niet. Ik dacht met zo'n wit topje erbij. Dat kan best wel erg leuk staan. Ja. Ik ben benieuwd. Is het niet kort van voor? Is het niet kort van achter? Of andersom? I don't know. Het zal wel. Maatje M heb ik gekozen. Maatje M hoor. Maatje M. Gaat zo te pas. Ja, ik vind het van voor wel leuk, maar ik vind het wel te kort. Van achter vind ik hem niet mooi. Nee. Wel, hij is wel schattig. Zelfs achter heb je splitje. Dat is toch raar? Ja. Je moet toch alleen hier een splitje hebben? Wordt hem niet. Sorry. Nu ga ik bezig met de bikini. Dus even kijken. Nou, ook wel een leuke kleur. Ook weer die binnenkant natuurlijk. Ja, dat is jammer. Jij hè? Doet top. Dan doe ik deze. Ingewikkeld. Ja. Maar dit is dus het broekje. Ik denk niet dat het gaat passen om mijn heupen heen. Wat? Nou, dit is het topje. Ja, als je hem aanzag, vond ik hem wel heel leuk. Je snapt wel hoe dit in elkaar zit, toch? Als je dit Want hier zie je zo je tiet of zo. Even zien. Hier moet je zo je tiet doorheen doen. Kijk, hier. Ja. En dan zit hieronder zo'n stukje los en hier zo'n schouder. Oké. Ja, een beetje apart, maar... We shall see. Nou, jullie niet? Ik zou het zeker ja. Zeker, schatje. Het volgende is weer een bikini. Oh my god, dit is heel leuk. Wat zeg je? Maar het chillst, we kunnen gewoon de kleding van elkaar ook aan. Ja, toch? Ja. Ideaal. Ik maak even een... Is goed. Ja. Bikini. Dit is dus het topje. Ik hou hiervan. Het is wel wat kleiner, maar ik heb dit dus vaker gehad. Huh? What? Oké. Deze dus. En ik heb oh, dat is wel leuk dat je twee hebt. Ja, dat heb ik keus. Volgens mij kan ik me dit wel herinneren. Dat ik herkeus. Even zien. Oh, zo is hij. Dus dit is hem. Er zit sowieso eentje wel goed. En nu ook nog op de top goed zit. Ja, hele mooie kleur. Als je dan ja. Bruin bent met blond haar. Ik vind dat zo mooi. Zo ja, kleur. Ik ook. Heel mooi. Oh, de barbecue. Oh, dat vind ik mooi. Ja, dat is heel leuk. Ja, ik hou echt van Barbie kleurtjes. Dit is ook dit een Barbie. Topje. Nou, dat vond ik super leuk. Ja, leuk. Lekker basic, maar wel heel leuk. Ja, die wil ik ook wel eens aan. Dat mag wel hoor. Dank als ik die blauw ook een keer aan mag. Nee. Nee, die niet hè? Nee. Nou, zo. Dit moet ook wel passen. Dat moet wel. Die moet goed komen als ik het zo zie. Zo. Hoe kan dat? Ze. Oh, het maat 11. Ze weten wel hoe groot jouw reden is volgens mij. Hebben we ik wel denk rekening wel, gehouden. Ik denk wel dat die past. Nu denk ik het ook. Ja, dat hoop ik wel. Anders is er wel mis. Maar ik vind het wel mooi kleur. Ja, heel mooi. Ik vind het zo mooi van die knalkleuren. Ik heb nu ook helemaal niet heel veel zwart en zo. Omdat ik echt even een paar leuke kleuren. Ja, ik vond het er wel mooi ook zwart erbij. Want ik weet misschien ik heb juist een jurkje. Ja. Zo'n overding. Die je nog binnen open kunt krijgen. Leuk. En dan heb je inderdaad leuk als je wat simpels krijgt. Ja, en dat is leuk met de foto. Ik heb dus ook wel volgens mij een witte. Oh. Ik heb ook een roze kleur. Iets meer in de Barbie kleur, maar... Wel leuk. Wel leuk. Ook al, ik dacht misschien wel dat het een beetje in de Barbie kleur was. Rip. Wat jij hier even die zien. Je hebt wel veel met deze, hè? Met zo'n stringbroekje. Nee, dit. Oh. Ja, daar let ik niet op. Maar is het vast goed. Dit is topje. Moet je het ruiken, joh. Die shampoo na niet in geweest. Nee. Ja, nee. Leuk. Oh, wel leuk hoor. Ja. Maar ik vind het juist mooi als je over je heupen heen kan doen. Ja, maar dat kan hoor. Denk je? Ja, zeker. Ik heb al meer van dit soort bikinis gehad. Kan je gewoon leg maar op de heup en dan ploep, ploep, daar past het strikje. Kan gewoon. Oh, nou. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop echt dat er gewoon... Ik hoop niet dat alles mooi zit, want dan zijn we echt nee, scheer. Ja, we hebben echt zo. Beide voor €300 besteld. Maar ik hoop wel dat er gewoon even 2-3 echt goede bikinis bij zitten. Ja. Ik denk dat het een badpak is. Yo, koude groot. Ja. Ja, leuk vind ik hoor. Ja? Ik snap wat je bedoeling hiervan is. Ja, maar het is... Oh, dat stinkt ook zo erg. Maar ik weet het ja, niet Ja, maar jij ook.
Dus dat combinatie van misschien wel goed. Goed. Nee, ik denk dat die wel mooi gaat zijn. Want dan heb je zeg maar nog een beetje een open buik. Ja, precies. Dat is wel nice. Als je dan bruin bent. Alles is mooi als je bruin bent. Ja, zo. En maar je moet deze niet doen als je gaat zonnen of zo. Dat vind ik dus. Dat is zo jammer met badpakken. Ja. Dat is zo mooi, maar het is... Kijk, dat is alleen leuk als je bijvoorbeeld weet misschien dat je... Misschien namiddag als je dat... foto's gaan maken, dan kunnen we dat even Dat doen. Is leuk dan. Ja. Want dan vind ik een badpak mooi, maar anders doe ik geen badpak aan. Ik snap je. Dat is echt kut, want dan wordt je buik niet bruin. Nee, dat is fucking lelijk. Next! Ik zie hier iets roods. Weer bloemetjes. Dit is moeder... Nee, dit is M. Dit vind ik echt zo'n moederprint. Dat zegt niks goed over mijn kledingstijl. Oh, die vind ik wel leuk. Oh, ik ook. Niet dat ik weet wat het is, maar... Een jurkje. Oh ja, leuk. Wacht. Dit is de bovenkant. En dan heb je hier, zie ik nog een beetje een open buikje. En dan gaat hij door. Naar beneden heb je maar van die touwtjes. Lang. Ja, maar dit is dus maar van is wel touwtjes. Stof. Kijk, touwtjes kun je dus zo doen. Jeetje. En dan heb je dus gewoon een kort rokje. Zie je? Dit kan je gewoon strak trekken hoe je het wil. En ik volgens mij heb die aanbeelden gezien van dit jurkje. En dat stond echt zo mooi bij mensen. Maar nou, volgens mij is ook het, maar eens lenen. Ja, volgens mij is het best wel een heel chill stofje. Ja, dit is wel chill. Ja. Nou, deze heel erg benieuwd naar. Maat M. Ik heb nu het volgende jurkje aan. Maar ik zie het echt heel erg mijn buiken doorheen. Vind ik echt heel jammer. Maar wel leuk met die touwtje. Hij is wel leuk. Wel schattig. Maar om mijn buik doe ik het dus niet, helaas. Ja, deze. De bikini. Dit. Ik hou van wit. Jij ook, hè? Ja. Dit is echt mijn favoriet. Oh, het ziet er niet mooi uit, deze stof. Het is een beetje wc-papier. Ja, ik vond het juist wel schattig. Dat... Ja, ik snap dit zit wel heel strak, hoor. Dit gaat mij niet passen. Nee. Maar wel leuk. Hij is wel heel leuk. Ja. Oké, jongens. Kijk hoe schattig dit is. Het is echt zo'n heel mooi kantje. Hij ja, en dit is ook gewoon leuk. Maar ik denk echt niet dat het gaat passen. Want het zo... Dit is wel heel strak. Het gaat stretchen zeker. Ja, misschien mij wel. Misschien kan jij dan straks even kijken of je past. Ja. Ja, tenzij ik al genoeg mooie bikinis heb. Dan moet ik echt eens kunnen. Ja. Oh, mondkapje. Mondkapjes. Nou, dit ga ik niet helemaal openmaken. Maar ik heb dus van die roze mondkapjes. Hoeveel zijn er? Nee, ik heb maar 2 gedaan. Nee, maar achteraf had ik meer gedaan. Dat had ik moeten doen. Dat ik al zei tegen jou. Maar volgens mij waren het 2 voor 1 euro. Dat zijn best wel mooi van die roze. Oh, dit vind ik wel mooi trouwens, Diana. Ja, toch? Wel leuk voor jou. Ja. Ik weet niet wat het is. Iets moois dit. Ik hou van dit. Dit zijn doorschijnt. Dit schijnt zo snel door. Daarom is het lastig. Ja, klopt. Maar aangezien we toch wel iets retour sturen, konden we het best goed wel gewoon proberen. Oké, dit is wel schattig. Ja, ik weet niet of ik de bovenkant heel leuk vind. Het schijnt ook echt tanto echt door. Ja. En het is echt een hele vieze stof. Moet je voelen. Ik snap wat je bedoelt. Een beetje wc-papier. Ja, het is ook gewoon nattig. Zie jongens. Ja. Ja, nee. Dit wordt hem sowieso niet. Je weet het niet. Even aanzien. Ja. Misschien met zo'n goud riempje is ook alles leuker. Ja, dat is waar. Maar ik heb wel dan een witte BH onder, hè? Oprecht, ik vind het wel heel leuk. Of zo. Ja, ze zit op zich ook al mooi. Ja. Houden? Ja, denk ik wel. Leuk schatje. Gewoon lekker een jurkje, gewoon schattig. Ja. Leuk. Next! Verrassende kleur! Je ik dacht nou, hè? Ik vind die kleur heel mooi. Ik wil altijd een bikini daarvan, dus ik kan beter meer bestellen. Zou ik wel zeker wel, weten dat er misschien 1 goede bij zit? Laat jij die zien. Laat ik deze zien, hè? Oh, dit is leuk! Denk ik. Kijk, dit is met zo'n grote draaien. Dat is wel leuk, maar ik vind het broekje wel heel klein. Schatje, doe niet zo raar. Ik hou daarvan. Ik heb elke zomer heb ik zulke kleine broekjes, hoor. Ja, maar ik bedoel niet zo. Ik bedoel hier. Oh nee. Ik heb niet zo'n dikke billen als jij. Ook niet jouw brede heupen. Ja, zie het wel. Hij stinkt ook weer. Ja, maar schatje, niet zo raar. Weet je moest dat ook gewoon niet wassen. Oké, okay, zie, dit is best wel leuk. Ja, die vind ik toch? Wel leuk. Ja. Maar er zitten wel, serieus, wel vulling in. Maar die haal ik er altijd uit hoor, vulling. Echt? Ja, want ik vind dat bij Shein nooit er mooi in zitten. Nee, dat niet. Je dat zo los zie je dat zitten. Dus ik haal het er meestal gewoon uit en dan zie je maar wat nippeltjes. I don't care. Zo, bandana. Oh, echt? Ja. Hier? Nee, gewoon voor je hoofd. Oh, dat zie ik dus tegenwoordig altijd dat ze dat hier zo hebben. Dat kan ook. Ja. Ik denk wel dat die groot genoeg is. Denk het ook. Ik vind het wel leuk. Maak eens open. Als je wil, of course. Dit kan je ook niet met een tour sturen, denk ik zo. Toch wel? Ja, die wel. Ja? Ja. Oh, dat we dat dan weer zo mooi moeten inpakken allemaal, hè? Ik snap. Ja, ik weet niet of ze dat überhaupt doen. Gooi je dat dan weg, denk je? Oh, leuk. En dan moet je het... Ja, dan het eigenlijk zo naar puntje naar puntje. Ja. Puntje. Puntje. En dan moet je dat eigenlijk zo in... En dan zo.
Ja, dat is ook leuk. Ja, dan heb je zo'n topje. Dat zie je tegenwoordig ook vaak. Zo? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, zo op je oog. Als je nou gewoon de hele vakantie zo erbij loopt. Kijk, ik heb er iets van. Oh kind, dit is leuk! Ja! Ik vind misschien dat je een ander kleurtje had moeten doen. Ja, ik denk het ook. In donkerder. Ja, dit had niet... Maar ik vind hem wel heel mooi staan bij je met je lange haren nu en zo. Ja, het is misschien wel leuk, maar ik had misschien een andere kleur moeten stellen. Ja, misschien roze of een groene. Maar ik denk dat dit als stopje wel leuk is. Ja, maar ik vind de print niet super. Nee, ik had het ook iets leuker verwacht. Ja. Next, ik weet ook al wat dit is. En volgens mij had ik echt verwacht bij deze top dat die ook door zou schijnen. Maar omdat ik dus dacht, we registreren sowieso al iets, kan ik het gewoon proberen. Oh, die vind ik wel leuk. Ja, ik ook. Maar ik dacht dus, dit gaat... Oh, het valt op mede. Ja. Kijk, ik was hier dus bang voor. Maar het is dus zo'n beetje zo'n bandeau topje. Maar hoe gaat het passen? Je ziet. Ja, het zit heel veel stretch hoor. Maar het, is, ja, het is echt, gaat echt alleen over je tieten eens. Ik vind dat misschien wel wat te kort. Nee, het is leuk. Maar voor vakantie is het wel leuk. Ja, is goed. Dus we gaan even kijken wie hem doet. En anders delen we hem. Kijk, je ziet er wel een beetje doorschijnen. Maar op vakantie vind ik het nog heel erg. Maar ik kan gewoon zonder tiet. Zonder tiet? Zonder... Doe mijn tieten er wel af. Zonder BH. Op vakantie kan dat soort dingen. Vind ik het erg. Maar eerlijk, hij is niet heel mooi wit. Nee, hij is een beetje blauwachtig. Snap je? Dat is wel jammer. Ja, nou ja. Oprecht, heel leuk. Ja, hij is wel leuk of zo. Maar ik denk dat het even zonder BH moet zien. Of een leuk rokje of zo. Dat ja. is op zich wel leuk. Maar kijk, dan mag ik, hem hem ook gewoon lenen, hè? Hij is eerlijk, hij is niet helemaal wit. Nou. Dat irriteer ik me wel aan. Het is een beetje blauwig. Waardoor ik weer niet... Ja, dat wel. Maar ik vind het wel heel leuk staan. En het valt niet heel op als je op de foto. Okay. Niet alles gaat om de foto. Nou, natuurlijk wel. Als jij een foto maakt, wil je geen blauwe top aan als je wit aan hebt. Okay, ja, vond ik heel cute. Hè? Ja? Als je waarom wil je dat doen dan? Nou, gewoon zo haar. Een clipje. Ja, en je had echt een andere kleur moeten doen. Waarom? Roze of zo. Dit is echt te tietkleur. Ja, maar ik dacht ook dat het roze was. Echt? Maar deze kan ik dus niet terugsturen. Maakt niet uit. Nee, maar ik vind het wel leuk. Zo schattig, zo. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het wel leuk gaat staan hoor, bij je. Je hebt lang haar. Zou ik ook maar gewoon gelijk deze doen? Doe maar gelijk die ook. Ik moet echt goed op letten dus. Oké, de camera viel even uit. Dat pas gaat door. Nou ja, ik heb dus dit shirt. Het is een soort van lang ding. En dan met de achterkant met zo'n ding. Ik vond het wel leuk. Ja, met zo'n bike short of zo eronder. Lekker ja, met een tasje. Shirt. Dat kan wel leuk zijn. En als het niet leuk is, is het niet leuk. Dan sturen we het terug. Stuur het terug. Leuk shirtje. Hij is wel heel oversized, maar ze dacht misschien leuk met een riempje of zo. Dat kan niet wel. Ik zou hem niet doen. Nee, ik ook niet. Nee, jammer. Ah ja. Dit snap ik heel jammer. Oh, dat is zo'n topje hier. Ja, dat is best leuk. Maar volgens mij. Ik vind het wel heftig. Ja, dat kan toch niet? Oh nee, dit is de achterkant hoor. Dit is de achterkant. Oh. View. Ik dacht echt even de dat je voorkant. Hele tieten erin. Ja, dat dacht ik ook. Oké, wacht. Oké, okay, dit is wel leuk. Het voorkantje. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook wel leuk. En dan heb je een achterkantje, heb je dit. En bij de voorkant heb je dus nog een dubbele laag. Dus dat is wel heel erg fijn. En dit vind ik ook wel leuk. Beetje van die leuke flapjes. Deze is best wel leuk, denk ik. Ook van achter, als je bruin bent. Ja, vind ik ook. Ja, deze is leuk. Deze heb ik in maatje M gehaald. Hopelijk dat ik hem pas. Maar ik kan hem dus verstellen met die touwtjes. Dus niet goed komen, denk ik. Dat denk ik ook wel. Ja, dit vind ik heel... Ik dacht dus echt dat deze leuk zou zijn. Achterkantjes. Achterkant is heel leuk. De voorkant lijkt op een tent. Ja, de fuck zit lelijk. Joor. Ik heb bijna maar het laatst. Oh, ik heb nog een hele zak, hè? Ja, nog één. Oh, je hebt nog een zak. Ja. Vieuw. Een zonnebril? Ja. Leuk. Kan ik allemaal niet terugbrengen? Nee, dat is ook zo. Groen. Oh, leuk. Ja, het roze moet het omkend. Die komt er ook allemaal aan. Oh, leuk. Bij de haarkleur vind ik het echt mooi, echt groen. Want je weet dat je leuk, zilver, zilver haar hebt. Nou, ik vond het wel leuk. Heel mooi. Gewoon even wat apart. Ja, leuk. Dat is altijd leuk bij een foto. Dat is het, hè? Daar kan je gewoon even dus die kan je ook gewoon op, hè? Dan zou ik gelijk die andere zonnebril ook doen. Laat je ook maar even die andere zonnebril zien. Eens even kijken. Dit wordt echt een tandhoelange video. Dat is echt leuk. Ja. Maar ook wel weer kut editen. Ja, wel. Heb jij geen last van? Komt-ie aan. Ik voel wel dat het heel goedkoop is, maar... Dit is de Cartier-bril van Max. Ja, dit is een soort van... Sona Max. Oké, ja, leuk voor foto. Ja, op zich, ja, ook wel leuk. Hij is wel leuk. Ja. Het staat jou wel, je kan het wel hebben. Maar het is wel echt heel goedkoop, want moet je die dingetjes hiervoor zien? Zo, het voelt echt als...
Maar eerlijk, mij staat het echt veel beter. Maar ik vind het echt oprecht wel leuk staan. Oh, maar... Ja, vind ik echt wel leuk staan. Ik vind het ook wel schattig, maar niet zo lekker door jou. Hij voelt echt super goedkoop. Echt alsof het touw is. Gewoon. Ja, dat. Jemig, was dit niet knap op dag 1? Dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het ook niet meer, nee. Maar we hebben als laatste eindelijk ook gewoon. Ja, dat doe ik ook dat gewoon. Dat is wel fijn dat we dat overleggen. Kijk, komt hij aan. Een bikini. Ja. Oh, is het een broekje alleen? Ja. Leuk. En dan met een witte top of zo? Is wel... Oh, je hebt wel een hele grote achterkant. Snap je wat ik bedoel? Hij is wel de voorkant. Ja, maar dit is de achterkant. Ja, je ziet toch bijna geen bil? Nee. Maar misschien bij jou wel. Oh, green. Next! Ik heb hier iets groens. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, ik ook wel, denk ik. Maatje M. Hij is wel klein, maar had ik ook al verwacht. Hij is wit met groen. Maar vind je wel leuk? Ja, ik ook wel. De achterkant heeft dus nog een beetje een stretchband. Dus dat is altijd wel heel erg chill. Dan weet je ook wel dat het gauw gaat passen. Hij is wel heel kort, maar wel leuk. Kort? En dit is de. Niet erg, dit zijn de bandjes. Ja? Ik heb nu dit leuke topje aan. Ik vind hem best wel leuk. Ik vind hem wel een beetje aan de strakke kant. Er valt een beetje. Ik heb je hoofd niet op, sorry. Maar er zit wel van stretch in. Ik denk zonder BH op vakantie is hij best wel erg leuk. Met een huidwezen rokje of zo. Ja, denk ik ook wel. Ja, vind ik ook. Oké, nou ik laat de mondkapjes gewoon even ondertussen zien. Ik heb mondkapjes gekocht en het zijn er 15. Dus ik laat per kleur ook gewoon even zien. Dus even kijken. The first one. Een soort van goud. Nou, ook best leuk. Ziet er wel viezig uit. Oh, lila is leuk. Grijs, ook leuk. Heb je meerdere lila's? Oh nee, jammer. Leuk, ik wil deze hebben. Nou, die mag ik wel even hoor. Ja, maar dat vind ik niet zo lekker. Maar deze is wel leuk, waarom heb ik geen lila besteld? Mooi, dit is precies dezelfde die ik heb volgens mij. Die. Ja? Maar deze stuk kleur vind ik echt mooi. Ja, ik vind wit dus ook wel gewoon leuk. Oh ja, is ook mooi. Alleen dat slijt zo snel vies. Ja. En blauw kleurtje? Grijs. Blauw is ook wel leuk. Ja, ik vind grijs is ook wel leuk. Ja, dat snap ik wel. Beetje zilver lijkt het ook. Groen hebben we ook nog. Oh, groen is ook wel mooi met blond haar. Maar ik vind dit is het leukst. Ik vind ze allemaal wel leuk, joh. Je mag hem, als je hem wil, dan mag je hem ook gewoon hebben, ja. Lila? Ja. Hoef jij die niet? Nou ja, eigenlijk wel. Dan hou jij hem toch? Ik wil best met jou delen. Oké, dan ben ik de huidskleurige. Kapot vies, joh. Allemaal mensen boden, geen mondkapje. Echt zo? Dit is volgens mij echt precies hetzelfde als jij hebt. Volgens mij kan je tasje niet geven. Voor mij is het toch? Jawel. Zo? Mij is wel anders hoor. Oh, echt? Lijkt de mijne lijkt echt op zo'n... Jouw dan lijkt nog goedkoper dan de mijne. Nog goedkoper? Ja. Is dat mogelijk? Oh, hij zit ook helemaal scheef. Zie je? Ja. Hij is wel iets anders hoor. Zie hoe scheef. Maar je mag wel eens lenen hoor. Oh, lief. Kijk hoe scheef dit zit. Ik heb ook zo'n leuk tasje. Ik dacht leuk voor de foto's. Ik vind wit wel echt mooi voor foto's. Ja, je kan hem ook gewoon dragen. Ja, alleen ik moet even kijken of hij retour kan. Als hij de retour kan, doe ik hem retour. Als hij niet kan, dan hou ik hem gewoon. Wat wit, want ja, wat anders, hè? Wat anders. Heb je nou dezelfde bikini als mij? Volgens mij wel. Heel leuk. Wojo. Wat? Wojo, dat is zo'n over. Oh, dit is voor je bikini? Ja. Die bedoelde je? Ja. Dat is ook wel leuk met de roze, met die Barbie. Ja, toch? Is fucking leuk. Ja, dit is, hoe noem je het ook, een kimono of zo? Ja, dat vind ik ook fucking leuk. Ja, dus hou ik sowieso. Ja, leuk hoor. Nou, dit is dus super leuk. Leuk, schatje. Voor de zomer. Yes. Tada. Green? Green. I like green. Wat vind jij van groen dan? Ja, ik hou meer van roze. Ik ook. Maar ik vind groen ook leuk. Maar dit vind ik ook wel leuk. Ja, ja, toch? Leuk topje. Maar waar doe je bij überhaupt bij aan? Ja, ik dacht misschien bij een licht spijkerbroekje of zo. Of een witte. Ja, dat draag ik niet. Dank je wel. Leuk, see you stretch. Zeg chill. En je hebt zeg maar aan de voorkant. Heb je kan je dus je tietjes laten zien? Nou, dat hoeft niet per se. Maar je kan dus dat omhoog trekken. Dus ik denk dat het best wel erg leuk is. Dat denk ik wel. Ik weet niet welke maat. Is dit hem? Maat L heb ik gedaan. Want ik denk dat hij heel strak zat op de reviews. Dat ik vandaar nog een maatje groter heb gedaan. Ik vind hem heel leuk. Vooral de zijkant. Ik heb de top nu aan. Nou, zit echt nul stress in. Verder zou die echt leuk zijn. Maar dat wordt hem echt niet. Nee. Oh, rokje. Wow. Leuk. Die is wel leuk. Die is leuk. Schijnt hier niet heel erg door.
Dat is wel echt kut met een rokje namelijk. Valt wel mee. Dat is wel te doen. Het is mijn been. Toch? Ja. Hè? Doe we niet moeilijk om. Leuk. Ja, die vind ik wel leuk. Ja, ik ook wel. Ja. Welke maat? L? M? M. Een M. Ik denk wel dat het heel kort is, maar dat doe ik wel ook niet. Echt, op vakantie boeit dat soort dingen dan niet. Maar nee. Hier in Leeuwarden is wel van... Maar daar is het ook nooit warm. Maar... Nou, voor deze week is het fucking warm. Ja, echt. Volgende week dan. Chill. Natas heeft ook een nieuw leuk rokje aan. Hij schijnt wel erg door. Je ziet zeg maar wel je hele string doorheen. Ik heb hem heel zwart aan, hè? Ja, dat is wel waar. Ik weet niet of je daar gaat... Hij is wel leuk, hoor. Ik vind het wel echt wat voor jou. De navel zie je er ook in. Ja, dat wel. Oh, een roze jasje. Een blazer! Ik weet wel dat deze best wel duur was. Hij is duur, Shein duur. Hij was 30 euro of zo. Dat vind ik wel duur. Vind ik ook. Nou, niet voor een normaal winkel, maar voor Shein vond ik het wel. Maar ik vond het wel heel mooi. Het is een beetje een rood-rozige. Ja, ik zou niet. Dit zijn de knoopjes. Huh, waarom niet? Hij is toch mooi? Ja, ik vind de kleur niet mooi. Nee? Nee, te oud. Beetje oudbollig. Mag ik hem eens aan doen snel? Nou, doe hem snel aan, Ander. Ga ik even aan jullie leggen. Ja, ik vond het best wel heel erg leuk. En dan kon hij hier zeg maar normaal gesproken nog een beetje dicht. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ja, maar jou laat je me twijfelen. Het is niet mijn ding. Maar vind je mij staan? Ja, ik vind hem heel flat smaken in je gezicht. Ja? Je wordt er niet bruin van. In zo'n jasje. Ik vind het wel mooi. Als je hem mooi vindt, lekker doen. Maar ik heb op het moment ook best wel veel blazers door de webshop nu. Maar ik vind hem wel leuk. En omdat hij ook best wel prijzig is en jij twijfelt al, begin ik nog harder te twijfelen. Ja. Ja. Kijk. Dit bedoel ik. Dat vond ik wel leuk, hè? Oh, dat bedoelde je. Echt zo'n heel een jurkje. Niet de kimono, maar... Oh, dat is echt mooi. Als je dan zeg maar dat die net goed strak zit. Ja. Is dat wat ik bedoel? Dat is toch mooi? Ja, dat is heel mooi. En als je een mooie kontje erin ziet. Kontje erin. Dan is alles goed. Ja. Het volgende. Jongens, we hebben echt heel veel. Maar we willen gewoon even een paar leuke vakantiedingetjes. Vandaar. Oh, dit is een set. Nou. Wil jij het topje laten zien voor mij? Oh ja, dit is een broekje. En dat is het. Oh, dat is wel heel klein. Is er niet stretching of zo, hè? Nee. Kijk, dit is dus dan het setje. Het moet er dan boven. Het kan best wel erg leuk zijn. Ik ga het straks gewoon even voor jullie aantrekken. Vind je dat minder? Dat ik weet niet. Ik vind het een beetje poep. Maat M. Poep, poep. Ik weet niet hoe jouw poep eruit ziet. Maar volgens mij is het gewoon groen. Je bekkers? What the hell? Ja, ik vind hem wel leuk. Daar, nou, valt daar gaat het om, hè? Uit. Maar nu begin ik weer te twijfelen door deze tip. Ja, nou dit... Als eerst past hij echt heel goed in. Ja. De broek zou ik sowieso te groot vinden, waardoor ik hem waarschijnlijk al niet zou houden. Oh, maar dat vind ik juist wel leuk. Ja? Ja, echt waar. Oké. Okay. Ja, jammer, want de top had heel leuk kunnen zijn. Want dit ja, maar zoiets een... kan je ook bijvoorbeeld naar het zwembad en zo aan, hè? Als het gewoon goedkoop is. Maar dit... Ja, oké. Okay. Maar ja, de onderkant kan wel. Nee, dat vind ik niet leuk. Nee. Doen we dat niet? Doe hem niet. Oh ja, ik heb ook een gratis tasje gekregen. Jij ook? Ik heb volgens mij een andere gekozen. Ik weet niet meer zo goed wat, maar dat komt straks. Maar ik dacht, dit is wel handig voor vakantie. Ja, make-up tas. Ja. Goed zo. Ja, ik zag dit staan. Maar heel klein. Oh, ik weet zeker dat het op de foto heel anders uitziet. Ja, want op zich het is best wel leuk. Want het zit van die zijkantjes, daar moet je een knoopje al in maken. Maar dat gaat mij niet passen. Nee, dit echt niet. Nee. Nee, dat lukt niet hoor. Nee, want het stretcht niet. Dat is echt van dat stof dat gewoon niet stretcht, dat gewoon niet past ofzo. Ik hou echt wel van stretchpul hoor. Ja, ik had wel een M en L kunnen doen, maar ja. Ik heb een M'tje gedaan. Ja, ze zei dat het op maat viel. Maar alsnog met rokjes heb je denk ik wel een L. Consultant hier hoor. Als hij dicht past, was hij best leuk. Nou, hij past echt heel goed, maar hij gaat niet dicht. Zet. Maar het was wel heel leuk geweest. Ja, als hij paste was hij leuk. Ja, maar hij past dus niet dicht. Set, girl, set. Oh. Waarom heb ik dat gedaan, sokken? Je moeder? Nee, echt ik, want ik weet waarom ik het heb gedaan. Maar ik weet niet meer waarom. Sokken. Ik heb sokken gedaan. Maar dat is toch handig? Kan dat, dat kan. Niet meer retour sokken. Ja, dat is handig. Misschien... Ik weet echt niet waarom ik dat gekozen heb. Maar, chill. Bedankt, weet je. Bedankt, zie je. Ik ga gewoon door, hè? Ja, ik ga gewoon door. Kijk. Zal ik dat boekje laten zien? Ja, misschien. Oh, ja, hier heb je zo'n mooie poep. Ja, kijk. Die past er niet. Die heb je gepast? Ja. Kijk, die poep. Waarom heb je gepast?
Ja, nou, ik moest oppassen. Dat zouden we toch hierna doen. Maar deze, maar deze, deze paste dus niet. Nee, maar ik heb niet de bovenkant gepast. Oké. Okay. Want ik vind de bovenkant op zich ook nog wel leuk. Ja, dan met een wit broekje of zo. Ja. Nou, leuk. Misschien pas jij de onderkant. Kijk, wel een mooi poepje. Ja, dat dus wel. Vind ik ook, maar die past jou niet. Nee, want door dit. Echt veel te klein? Ja, door dit. Ja, dat is echt niet stretch of zo. Nee, en dan gaat het er overheen hangen. Nou, dat vind ik niet mooi. Nee, dat snap ik. Nee. Dat snap ik. Dat. De bloemetjes weer. Nou, is verrassend. Nee. Is het allemaal aan, die ding? Ja, kijk, daar het rek staat. Rechtsboven. Rek? Rek. Staat dit. Oké. Okay. Volgens mij is het van mijn moeder. Een flaredbroek van mijn moeder. Mm. Nou, mijn moeder die zei dat ze alles eruit had gehaald. Maar dan niet. Dat was niet. Nou, top me dat je ook wat leuks hebt uitgekozen voor jezelf. Maar dit past het niet. Ah, leuk. Mooi. Lekker fel. Wel groot of zo, maar kan leuk zijn. Ja, maar ik denk wel dat mijn kontje komt overal in uit. Want ik trek hem dat altijd extra omhoog op. Oh ja. Dus ja. Moet lukken. Ja, ik hoop het, anders doen we. Dat is wel fijn met je, dat je gewoon kindjes kan ruilen. Ja, echt eigenlijk wel. Eigenlijk best wel raar. En vies. Kan. Ja. Ja. Vind ik ook. Maar nou, dit is hetzelfde groene rokje als op het begin. Want die heb ik ook nog in het M besteld. Ik heb ook nog een bikini. Ik vind het niet wit lijken. Nee, het lijkt meer blauw. Net ook al, ja. Hè? Leg het aan mijn ogen, nee. Nee, sowieso niet. Want... Zul je die laten zien? Ik heb dus een hele leuke witte bikini, dacht ik. Maar ik vind hem dus niet echt wit lijken. Ik vind hem weer wat blauwer. Je kan misschien ook zulke broekjes moeten doen met die touwtjes, toch? Ja, misschien... Jij zegt dat het goed zit. Maar het zit dan wel mooi in je poepje. Wie weet. Oké. Okay. Maar ik snap wat je bedoelt, hoor. Het zit wel strakker of zo. Maar ik kan het dus wel los. Het komt vast goed. Maar ik vind de kleur echt jammer. Dat het een beetje blauwig is. Dat is gewoon een lekker toppie. Volgens mij is de andere kant. Hier zitten de pet. Dat is gewoon een lekker toppie. Leuk. Bikini topje. Ja, toch? Lila. Ik vind de lila kleur alleen net wat te flat, snap je wat ik bedoel? Ja, het is een beetje zelfs nagel. Zelfs als nagel. Nog meer bikinis. Mijn moeder zei, je hebt echt 20 bikinis besteld. Ze ging dus door mijn zak strunnen. Ik denk, ja, dat is echt waar. Dat is echt veel te veel. Maar ja, we hopen dat er één goede bij zit. Kijk even hoe leuk dit topje is. Dit is echt leuk, toch? Ja, dat topje vind ik wel leuk, maar dat broekje? Dit is leuk, schatje. Ja, maar dit gaat niet passen. Omdat het te klein is? Ja. Nee, lukt wel, denk ik. Ik weet niet. Ik schat mezelf echt te dun in. Maar dat geeft niet. Nee. Nou, ik vind hem erg leuk. Ik heb deze ook weer in L besteld, denk ik. Volgens mij alles. Dus het komt zeker goed. Nou, we kunnen in één keer door, hoor ik, want... Kan zeker. Kijkers, kijkers. Ja, kan leuk zijn. Ja, kan leuk zijn. Ik denk het, hè. We gaan even lekker snel doorheen, want we hebben echt vet veel bikinis. Dus dat is niet leuk om daar 100 zinnen over te zeggen. Wil je dat boekje laten zien? Jemig, waarom heb ik allemaal van die kleine dingetjes? Sorry hoor, maar die kan alleen mijn tepel in. Je moet wel maat L. Ja! Ja, zo past het, denk ik hoor. Denk het ook. Nou ja. Maar broekje past wel. Ik heb in ieder geval genoeg blauwe bikini. Er zit vast één tussen die wel gaat passen. Van blauw. Dit ziet er ook weer goed uit. Vind je? Beetje boring. Wat? Beetje... Oh, een broekje. Dat is... Oh, dit is echt een heel mooi broekje. Dit denk is ook met touwtjes. Ik vind de vorm mooi, zeg maar. Printje wat minder. Oh, ik heb eigenlijk iets zwarts. Wil jij het broekje laten? Oh, die vind ik wel leuk. Ik ook wel. Wel weer kleine tipjes. Maar het is heel leuk. Aan de onderkant heeft je nog wat leuke ruffeltjes. Oh, deze vind ik ook wel leuk, denk ik hoor. Dat is wel mooi, ja. Ja. Maar daar heb je zo'n... Hij is wel groot. Een lap. Grote punani. Ja. Zo. Ze hebben jou gedacht. Zo, jezus, waar is dat poesje? Nou, ik ben hier. Dit is zo saai volgens mij om te zien al deze bikini. Probeer snel wel goed door te gaan. We hebben weer iets anders dan een bikini. Dat is wel beter. Een jurkje. Ah, leuk. Ik denk dat het je wel goed staat. Ja, de kleur alleen net wat te flat. Ik weet... Het had even een ander kleurtje. Snap je wat ik bedoel? Echt huidskleur net. Ja, maar als je een leuk tasje erbij doet, vind ik het wel leuk, denk ik. Misschien. Wie weet, schatje. De hat! Een bucket hat. Dit kan volgens mij ook niet retour, denk ik, of wel? Ik weet het niet. Een one size beige. We gaan vissen. Ja. Oh,
Oh, vreselijk. Dit kan jij alleen op. Ik vind het model niet zo mooi. Nee, het is echt niet mooi. Nee. En het is ook kut dat je zelf hoort. In zo'n zou die retour mogen? Denk ik niet. Ja. Ja. Het is dezelfde als de zwarte. Ook weer zo'n lang. Oh ja, ik help je. Die is de bovenkant. Zo. En die is de onderkant. Ja. 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 Maar ik krijg wel mooi niet, kleurtje. Maar je krijgt niet mooi kontje in. Maar ook niet mooi bruin word je ervan. Deze kleur niet? Nou ja, jawel. Maar je, wat je badpak aan hebt. Ja, dat wel. Kijk, het is alleen voor de foto, hè. Maar... Oh ja, sorry. Ik heb nog een leuk dingetje voor in mijn haar. Omdat ik wel vaak van die knotjes of zo in heb. Oh, dat vind ik ook wel leuk, ja. Dacht ik, misschien is het wel leuk. Het is zo'n strikje en die kan je zo achterop je hoofd doen in zo'n staartje. Is dat leuk, denk je? Ik denk wel. Ik denk het ook wel. Ik ben er blij mee. Volgens mij was die echt 1 euro of zo. Dus dat die kan je ook niet retouren. Ik denk het ook niet. Meer. Nee. Nou, ik heb weer wat. Oh, leuk. Is het een broekje? Oh, kind, wist je dat? Ja, dat is een broekrokje. Dat is echt perfect. Maatje L moet passen. Oh, die is ook leuk. Jammer dat ik geen euro heb, want ik denk dat dit voor mij weer net als een breedte is of niet. Weet ik niet. Ik kan mijn ogen hoog optrekken, toch? Ja. We gaan het even aanpassen. Maar als er geen stretch in, snap je? Dan heb je dat hier wel los. Ja, misschien pas je mij helemaal er niet wel. Nee. Leuk is... Ik hou echt van broekrokjes. Want ook... Ja, ik weet niet. Hoe zie je het kontje ook niet? Ja. Hij is echt leuk, ja. Ja, dus als je gewoon een leuk topje erbij aandoet, vind ik het wel leuk. Ja, en het is ook wel chill hoor, met een broekje eronder. Ja, en als je gewoon een leuk dingetje, maar zo kan het ook wel. Ja toch? Ja. Leuk. Ja. Leuk, schatje. Ja, joh. Kijk hoe leuk printje, jongens. Zie. Oh, dat is wel leuk, ja. Ja toch? Lijkt wel een beetje op oranje roze. Wit. Ja. Leuk. Laat je het topje zien? Laat ik het broekje zien. Eens even zien. Oh my god, dit moet ik passen. Dit is echt heel leuk. Oh my god, dit is echt mijn printje. Maar ik denk de bovenkant niet. Jawel, ik denk het wel. Ik ga gewoon alles aan doen dat deze past. Hier, maar dit is toch... Doe even realistisch alsjeblieft. Met deze groter dan al die andere. Dat wel, maar... Kijk. Kijk, ik denk niet dat die past. Oké, ik ga hopen voor wel en ik krijg mijn lichaam weer in. Want deze is echt geweldig. Want... Ja, met een topje hier. Topje. Volgens mij is het dezelfde ja die ik heb. Denk ik ook. Ja, dit topje heb ik ook. Dit is bikini. Leuk. Gaan we een keer twinnen, ja? Zet aan en dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ik heb hier een gele bikini. Daar hou ik ook wel van. Een beetje bruin bent. Leuk geel. Lekker kleurtje. Dit is ook weer zo klein. Jemig jongens, waarom is het allemaal zo klein? Zo. Die is wel heel sexy. Ja, ja. Kan je beter niks aan doen, volgens mij. Ja, deze is wel heel sexy. Nou ja, misschien is die wel heel leuk. Misschien ben ik hem wel mooi. Ja, dat denk ik wel. Misschien vind jij mij hier ook wel mooi. Ja. Ik heb toch geen roze besteld. Niet? Nee. Nou, jammer. Wel bruinig of zo. Dat is ook wel mooi hoor. Leuk. Ja? Ja, wel apart. Maar je kan het wel hebben of zo. Ja. Die gekke dingetjes. Nou, we kunnen hem gewoon houden, hè? Maar ik kan hem niet terugsturen, dus... We hebben geen keus. Oh, dit heb ik als gratis cadeautje gekozen. Oh, haarborstel. De haarborstel. Vind ik ook wel handig. Ik ben altijd haarborstels bij, hè? Hebben we die mooi gekozen? Ja, ik heb dus weer zo'n dingetje besteld. Ook weer zo'n topje en zo'n... Deze is perfect, schat! Deze? Ja! Denk je? Ja, dit is een mooie kleur voor het topje voor je haar. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dus weet dan die andere hoor. Ja. Ik denk dat deze dus heel leuk is, maar ik weet het niet. Ik denk het wel. Nou, ik ga ook gewoon laatst pakken, want hè, die doet je wat. We gaan echt goed overleggen. Wat is dit? Het is een heel set. Oh, de reden dat de mensen erop stonden. Nee. Oh, je hebt ook twee boekjes. Het is best heel vreemd hoor. Ja, ik weet niet, hè? Ik weet niet. Het is niet mijn ding, to be honest. Maar jou staat alles uit, sorry. Volgens mij is het ook alweer mijn laatste item. Ja, ik ben heel excited. Ik ook. Oh ja, leuk kleurtje. Dit is volgens mij dezelfde als die witte die ik heb. Wil jij het boekje laten zien weer? Oh ja. Superleuk. Heel mooi zeeblauw kleurtje met je groenig. En dit is het topje, boekje. Ja, ik zie het. Oh, heel erg leuk.
Love it. Ik ben benieuwd of die past. Ik ook. Wij gaan nu even alles lekker passen. Er geen zin in. Ligt hier echt een dikke, dikke stapel. Ik hoop dat er wat leuks tussen zit. Jullie zien het binnenkort waarschijnlijk wel leuke foto's mee verschijnen op de gram. Volg ons ook even. Links staan hieronder in de beschrijving. We proberen ook alle items, tenminste zoveel mogelijk items hieronder even te linken. Is it too much? Stuur ons even een DM. Dan sturen we via daar de linkjes door. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan hoop ik dat ik jullie snel weer zie bij de volgende video. Doei! This could be us. So back to what I was saying. This could be us.